Phasmophobia met Koen. En okay. Ja, ik zit nu bij Koen thuis, want hij heeft ook gewoon een computer. Dus we kunnen het ook gewoon hier doen. Koen heeft dit dus nog nooit gespeeld. Oké, kijk. Ik leg het ondertussen een beetje uit. Ja, Koen, leg jij even uit. Ik ben ook geen professional bij lange na niet, maar... Hé, een taser. Het werkt gewoon, die controles zijn best wel gewoon een soort van normaal. Oké, hoe pak je ze op? Met een F, volgens mij. E, bedoel ik. E. Je kan maar drie dingen vasthouden. Oké. Deze kun je dus aandoen. Oké, ik vind dit helemaal niks. Moet je daar naar binnen? Ja, dit is het huis. Laten we een ander huis pakken. Laten we niet dit huis doen. Laten we dat huis misschien. Oké, maar goed. Voor jou, jij weet natuurlijk nog niet helemaal hoe het werkt. We zijn dus ghost hunters. We moeten erachter komen waar in het huis de geest zit. En wat voor geest het is. En hopen dat hij ons niet vermoordt. Het is koulo donker. Dit is de EMF reader. En dan weet je wanneer als je deze geest is. Ingedrukt houdt dan, en hij gaat piepen, dan is er activiteit. Oh. Hoe hou je hem ingedrukt dan? Ja, hij staat nu gewoon aan. Oké. Je hebt dus nu zo'n IMF-ding, hoe heet dat? Ja, IMF-reader. IMF-meter. Ja. Maar je hebt nog steeds ook je zaklamp, hoe kan dat? Ja, dat is dus fucking chill. Oh ja. Maar kijk, als ik dan nu weer deze zeg, dan staat hij weer uit, dus ik moet wel weer aandoen. Hé, hey, dit is jouw setup. Ja, what the fuck? Holy shit. God, we zitten hier. Ik zit daar. Oh mijn god. Nee, we gaan niet de kelder in. Ja, maar eerlijk, als je een geest moet zoeken, dan is dit wel... Ja, dan zit hij zeker in de kelder, of op zolder. Toch, één van de twee. Oh mijn god. Ja, en kijk, het is ook een ding. Je hebt soms hele agressieve geesten, maar soms ook wel hele chille geesten. Oké, hopelijk hebben we vandaag te maken met een chille. Wacht, kijk, hier kan je stroom aan doen. Aan. Gaat het chill? Heb je nu gewoon licht? Ja, in sommige plekken kan je licht. En het licht gaat altijd een tijdje vanzelf uit. Ik weet niet hoe het werkt. Ik ben nog best wel een noob. Alle tips zijn ook welkom. Kijk! Oh, fucking chill! Je moet die meter weg doen, man, want nu weet je waar die is als hij heel heter wordt. Ja, dat is toch juist de bedoeling? Oh mijn god, ik dacht ik wat zag, maar voor mij was het schaduw. Oh, jij bent ook echt een held, hè? Wil jij een keer mee ghost hunten in het echt? Dat doe jij wel eens, hè? Ja. Ja, ik wil een keer mee. Ja? Ja. Mag ik even lopen? Gast, ja. Ik wil dat jij dus nu even naar boven gaat lopen. Ja. En die dot projector in een kamer gaat zetten. Oké. Kan ik onder het bed kijken? Nee. Oh! Oké. Ja, gast, vorige keer heb ik dit dus dronken gespeeld met Sian. Nou, dat was veel minder eng. Ik was helemaal niet bang. Ik dacht dat een dood beest was. Nee, dat is een hand. Oh. Gast, ik ga zo koude hard schrikken, omdat ik nu een soort van zelfvertrouwen krijg dat er geen beest is. Maar heb jij het gevoel alsof je in een van deze kamers zou zitten? Ik nog niet, namelijk. Nee, ik ook niet. Ik weet ook niet hoe ik dat gevoel wel zou moeten hebben, overigens. Maar we hebben bijna elke kamer gehad. Ik denk dat we hem gehunt hebben. Nee, we kunnen verder naar boven, toch? Of niet? Oh, en hij zei... Oeh. Nee? Dat die kast open is... Oeh. Dit was ook al open. Nee, hier ben ik zeker niet geweest. Ja, nee, maar dit is wel nu open. Oh mijn god. Oké, dan zou ik hier die dot projector neerzetten. Hoe doe ik dat? Selecteer met scrollen. Ja. Oké, en dan klik op de grond. Midden op de grond. Oh god. Wat zei jij dat? Ik hoorde iets. Nee, ik zing het, ik hoorde iets. Ik hoorde ook wat. Eerst bukken. Rechter, links. Of E bedoel ik. E. Of F. F. Ja. Ja. Oh. Oké. Zo, party hard, ja. Weet je wat het eng is? Nou? Het is maar in die... Nee, loop weg! Wat doe jij raar? Waarom zou je zo ver weg zitten? Ik heb dus een trauma hiernaar, want ik heb een keer gehad dat ik zette dat ding neer en toen liep ineens een meisje voor mijn neus. Een meisje? Ja man, dat was doodeng. Als ik gewoon in je kamer zelf of... Nee, gewoon toen ik dit spel speelde. Hé, hey, ik hoor iets. Ik hoor een deur. Hoor je een deur? Wow! Gast, dit is ziek! Dit was toen jij met die DOS projector bezig was. Ja, maar ik ben niet bang, nee. Oké. Pak even die... ik was even een foto aan het maken. Scroll. Pak dat ding. C. En je moet je even bukken en dan moet je met E pakken. Ja, iets meer erop mikken. Ja. Ja. Wat is dit dan? Oké, dit is een... Ja, ik zie het alweer. Wat? Sperma. Gast! Wow! Oh mijn god! We moeten nu naar binnen. 10! We moeten nu naar binnen. Ja, ga gewoon naar binnen. Hé! Hey, kan je piano spelen? Wow. Oh nee. Oh, sick! Wacht. Stel je hoort die opeens spelen. Ah. Ik wil niet spelen, maar het is allemaal dezelfde toon. Ah, triest. Zien we iets op de camera? Ja, dit is niks. Oh man. Ja, hier zou ook nog kunnen natuurlijk. Ja, dat weet ik ja. Misschien zitten we gewoon in... Ja, dit is wel eng hoor. Man! Ik heb gewoon scheid hoor, ik loop gewoon echt super snel nu. Ja, ik zie het ja. Je loopt echt super snel. We moeten ook een beetje tempo maken, want anders gaat het niet worden. Kan hij ook weggaan? Nee, maar we kunnen wel gepakt worden en hoe gekker we worden... Oh! Nee! We moeten snel weg! Wat is dit? Wat is dit? Ah, nee! Ik ga dood! Ben je dood? Ik denk het wel! Gaat met een pak! Oh, ik word geraid. Wat betekent dat? Doe de deur dicht. Je moet dan in een hoekje gaan staan. Hou het vast, dat ding! Nee! Oh, zijn we What the fuck? Maar dit is echt niet eerlijk! Gozer, ja, weet je wat? Die hele koude omgeving is geen eens
seconden hebben gezien. Nee, inderdaad. Waar was hij dan? We besloten het nog één keer te proberen. En wat we nu gaan spelen was het allerengste potje dat ik ooit heb gespeeld. Dus misschien hadden we het beter niet kunnen doen. Maar we krijgen de schrik van ons leven. Nummer 2. We gaan het nog een keer proberen. Vorige ging niet goed. Nee, ging niet goed. We hebben wel allemaal extra objectives. Gast, we zijn helemaal... Oh jee, ik word gek. Ja, we hebben geen tijd te verliezen. Ga, pak de sleutels. Ja. Oh, ik vind het wel een eng tapijt. Lelijk. En vies ook. Ik denk, ze hier schijnen met dat ding dat je allemaal niet in het gezicht, joh. Ik doe alles al meteen open, dan kunnen we straks sneller rennen. Dus dat we straks niet weer genakken omdat het niet wegkomt. Dat is tering slim, al. Dit is wel wat kleiner huis volgens mij. Dat is wat nee, voor mij loopt het daarachter heel ver door. Het loopt volgens mij daarachter heel ver door. Ja, voor mij loopt het daarachter echt wel vrij ver door. Volgens ja! Mij... Ah. Oh. Wow. Oh. Wow. Wat is dit? Dit vind ik niks. Een boos konijn met een één oor. Rabbit. Ja. Oh, nee, niet. Dat is wel. Oh. Oeh. Oeh. Wat is dan ga ik er even tussen lopen. Oh, oké. Ik vind het vanaf nu een mooi moment dat jij het overneemt. Oh, tuurlijk. Ja. En nou, nu begint het ook een beetje eng te worden. Hallo? Dat je er bezig met lopen. Hoe ik ben Carlo bang. Ik ben ook best wel bang. Hoe goed zie je die vingerafdruk? Ja, hij ziet het wel goed zitten. Als je het ziet, dan weet je het wel, zeg maar. Oké. Okay. Ik hoor weer wat. Ja, ik ook. Ah! Oh my god! Ah, ik heb kramp! Jij zegt mij ook! Oh kut, hij gaat ons pakken! Bro, jij vindt jij met mij? Kun je het zien? Oh, sorry. En ik krijg kramp in mijn bovenbeen van mijn schrik. Ja, ik durf niet mond te draaien. Ik ga niet mond te draaien, vriend. Ik ga het echt niet doen. Oké. Oh mijn god. Bro, ik wil het niet meer spelen, man. Ik wil het echt niet meer spelen. Ik wil niet meer spelen, hoor. Dit was al de engste die ik ooit heb meegemaakt. Hij stond recht voor ons, mensen. Ja, ik zorg me helemaal oh tegen. Mijn god. Sorry dat ik je krap. Goed, hij zit dus in die kamer. Dat weten we. Trouwens, en we hebben ook bewijs natuurlijk. Wacht. Ja, want we hebben hem gezien. Ja, kijk, wacht. Oké, okay. Freezing temperatures. Ja, want ja, we hadden van die adem. Ja, ja, ja. We zagen hem. Met een gewone ding. Ben je dat iets van? Ja, verder niks, hè? Een fingerprint had hij niet. Nee, spirit box heb ik ook niet gehoord. Ja, dat is een van deze, ja. Maar luister, dit zou wel een demon kunnen zijn. Ja, maar we hebben geen fingerprints gezien. Als hij in de kamer zit zonder fingerprints, ja, ik geloof daar niet in. Ja, we kunnen ook die IMF-ding even pakken. Dan kunnen we die en kunnen... die ging daar niet af. Maar was hier toen al? Oh, wacht, die kan je dus afstrepen ook. Maar was hier toen al? Ik denk het wel. Ja, Ghost Running, daar heb je wel meer. Ja, we gaan die Ghost... Ik ga dat ding neer. Ik ga dat ding neer. Oh, mijn god, daar is het, hè? Oh. Nee, het is... Je moet pakken. Ja, nee, het gaat met één. Oh, nee! Draaien! Draaien! Oké, we kunnen het wel zonder geluid doen. Nee, jij moet weer. Ja, maar dan zonder geluid. Nee, met geluid. Waarom? Ja, daarom. Nee, durf niet. Dan moet je gaan. Oh, wacht, even cameraatje. Die stond beneden, toch? Ja, ja. Dat zit dus niet beneden. Jawel. Hij zit wel hier. Daar stond ik net letterlijk. Ik stond daar letterlijk net. Ja? Ja, want ik ging het boek pakken. En toen zat hij achter. Dat boek ligt daar op die tafel. Ja? Ja. Is dat de keukentafel? Ja. Oh mijn god, oké. Wow! Jij was 1 seconde binnen, toen kwam je al agressief. Een koude, agressieve geest. Hij is echt boos. Ja, echt een boze geest. Waarom is hij zo boos? Ja, ik weet niet. Ik denk dat hij vroeger gepest is of zo. Ik zou die dotprojector gewoon in het midden neerzetten. Hier? Ja, hier zo, ja. Gast, oh mijn god. Het is bitter. Oh. Hij komt. Gast, volgens mij deed die dotprojector wel. Oh, volgens mij ook. Maar want hij was helemaal niet groen meer. Gast, je kan gewoon niet meer naar binnen. Je gaat gewoon dood. Ah, ik zou nog 1 keer kijken bij het boek, zonder wat in. Heb je het boek kunnen zien? Leg maar even hier op de grond en lees ervoor iets in staat. Anders kan je dat uitzetten. Hij is hier 100 keer geweest nu. Nee, niks. Hij zat wel echt daar, hè? Ja, dus bij het boek, dat stond goed. Dus het boek heeft hij niet gelezen. Oké, wacht. Dat kan uit. Ghostwriting kan uit. Uit? Return to the Physical World. Wij zagen hem voor ons staan. Dat moet het nog zijn. Ja. Gast, dit moet hem zijn. Laat het gewoon doen. Ook is het fout, ik boek me flikken, maar ik wil gewoon niet meer. Ik wil ook niet meer spelen. Oké, kijk. Waar moet ik het ook weer doen? Als je gewoon dat ding bijpakt, dat wat je net, waar je net was, die ghost. Oh, zo. Ja, dan evidence, go. Evidence, en dan UI kan je niet. Oh, leave the ghost is UI. Ja, je kan het ergens invoeren, volgens mij als je weggaat of zo. Oh ja. Vandaag gaan we nu weg. Gast, hij was een boek vergeten. Had. Ik hoef het niet. Volgens mij kunnen we nu vertellen wat het was, toch? Of niet? Of weet ik niet goed hoe het werkt? Nee, je weet inderdaad niet goed hoe het werkt, maar het bleek de mimic te zijn, wat ook best wel een moeilijke geest is om te raden. Maar goed, bedankt voor het kijken. Wil je nou nog zo'n video zien? Kan je hier klikken. Dat blijft erop, deze video. Op Koen's hoofd. Oh, daar is ook. Precies mijn hoofd.
Dan heb ik het dronken gespeeld met Sean. Dat is leuk. Ja, leuk. En dan zullen we nog één keer even het moment dat jij zo'n schok in hebt. Ah! Oh my god! Ah, ik heb kramp! Want jij was heel cool. Ja, ik was heel cool. Jij is ook wel. Nou, later.